Suriname is een van de landen die van de exportlijst voor de Europese Unie is gehaald. Minister Prelaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zei gisteren dat Suriname geen sopropo kan exporteren naar Europa. De bewindsman legt uit dat er nog naar mogelijkheden wordt gekeken om naast sopropo weer andere verse groenten uit te voeren. Het gaat volgens Seudin niet om bevroren groenten dat wordt geëxporteerd, maar enkel om de verse groenten die naar het buitenland worden gestuurd. Als EU jezelf van de lijst weghaalt, en dat is in 2019 gebeurd, dan is het verdomde moeilijk om weer op de lijst te komen. Maar dan moet je weer, eigenlijk dan moet, om je van de lijst weg te halen, heeft één instantie beslist. Maar om weer op de lijst te komen, moet de hele EU bij elkaar komen. We hebben ons huiswerk moeten maken. Een soproppend dossier is toen gemaakt met alle maatregelen die getroffen moesten worden. Maar we zijn er nog niet doorheen. De sopropo is nog steeds een heikel punt. Ik heb afgelopen tijden meerdere delegaties vanuit Nederland ontvangen. Die ons willen ondersteunen, Universiteit Wageningen, in het kader van het Macandra-fonds. Seudin legt uit waarnaar in de EU wordt gekeken alvorens de sopropo uit Suriname geëxporteerd kan worden. En waarom de groentesoort bijvoorbeeld niet meer naar Nederland mag. Het gaat niet om residuen op zo'n sopropo. Maar in die gleufjes heb je die mijten, toch? Die hele kleine insecten die je niet met bloot oog kunt waarnemen. Die gingen mee en dat was een gevaar voor Nederland. Dus ze zeiden van stop ermee, we gaan je van de lijst weghalen. Maar er moet toch een manier te vinden zijn om die te vergassen. Of dompel je sopropo in een of andere oplossing dat die beesten doodgaan. Weet je, dus ik heb die vraag gesteld. Ik heb geen antwoord gehad. Er waren wel deskundigen. Maar ik heb geen antwoord gehad. Ze nemen het mee. En dan krijgen we dan te horen. Als het niet dit is, wat dan wel? Maar sopropo inderdaad vormde 40% van onze export. Wat verse groenten betreft. Herplaatsing op de lijst is niet makkelijk, legt Seudin uit. De bewindsman zegt dat de procedures voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten veel langer in beslag nemen. Maar Suriname probeert weer zo snel als mogelijk te exporteren.